Zo, hartelijk welkom allemaal. Het is echt overweldigend hoeveel mensen hier zijn. Echt fantastisch. Dus de avond kan nu al niet meer stuk. Nou, van harte welkom op deze jubileumavond. Een avond waar we mogen gedenken dat we 10 jaar mogen bestaan. En als ik daar aan denk, dan schieten automatisch de woorden van Psalm 103 in mijn gedachten. Loof de Heere, mijn ziel, en al wat binnen in mij is, zijn heilige naam. Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet geen van zijn weldaden. Want wat heeft God goed voor ons gezorgd? Begin 2011 is het allemaal begonnen. Een aantal mensen uit het jeugdwerk kwamen bij elkaar om te brainstormen over een invulling voor de zaterdagavond voor reformatorische jongeren. En God heeft het zo geleid dat op 10 november 2011 Realtime mocht ontstaan. En dan moet je altijd maar afwachten hoe dat gaat lopen. En wat bleek, het voorzag in een behoefte. Tot op de dag van vandaag. Nou, dat kunnen we vanavond al zien. En dat niet alleen voor reformatorische jongeren, maar voor de hele breedte van de kerk. Waarom de naam Realtime? Nou, ik heb in de notulen van de afgelopen jaren zitten spitten. En het bleek ook dat er nog nagedacht werd over de naam Judeer, afgeleid van de stichting Jij Daar. Maar men greep toch terug op de naam Realtime, want zo werd gesteld, het is nu echt de tijd om je te bekeren. En dat was in 2011 zo, en dat is vandaag nog steeds. Wanneer is de beste tijd om je te bekeren? Dat is nu. Dus stel het niet uit. En misschien heb je 1001 bezwaren en ja maar's, maar het feit blijft staan dat Jezus heeft gezegd, het is volbracht. Zijn offer is genoeg. En ben je bereid om te rusten op het volkomen werk van Jezus? Heb je genoeg aan Jezus? We hebben al verschillende locaties aangedaan. We begonnen in het Edu Delta College aan de Schoolstraat. En vervolgens gingen we naar de Groene School aan de Lange Weg. En hebben daar jaren gebivakkeerd, samen met Teun als trouwe conciërge. Totdat de Groene School tegen de vlakte moest. En toen vonden we een locatie in de Prins Maurits. En toen kwam corona. Geen locatie en geen avonden. Maar waar God aan de ene kant de deur dicht doet, geeft hij aan de andere kant weer mogelijkheden. En die deur die leidde naar deze plek, naar de hersteltevormde gemeente van Middelharnis. Een welwillende kerkvoogdij, een enthousiaste Leni als kosteres en de avonden konden als livestreams doorgaan. En gelukkig konden we in oktober dit jaar jullie weer echt ontvangen in de PM. En vanavond moeten we weer uitwijken naar deze plek. En we zijn dankbaar dat we weer worden ontvangen. De Heere zal voorzien en dat blijkt iedere keer weer. Er zijn ook avonden geweest, hè, dan is het zo vol als nu, maar er zijn ook momenten geweest dat we dachten, zullen we ermee stoppen? Dat er maar 10 jongeren waren, 20 jongeren. En dat hebben we ook echt als een beproeving gezien. Maar gelukkig bestaan we nu deze maand 10 jaar. Ik wil graag met jullie nog kort kijken naar de 2 logo's die Realtime heeft gekend. Het eerste logo aan de linkerkant, dat heeft jarenlang dienst gedaan. Een aantal dingen stonden centraal. Het woord, ontmoeting, wat je ziet aan het schudden van de handen. Het kruis, wat je ziet bij de R en de T, dat stond centraal. En nu hebben we sinds een aantal jaren een nieuw logo aan de rechterkant. Daarin staan dezelfde dingen centraal. Het woord, het kruis wat we in het woord kunnen vinden en ontmoeting. 10 jaar Realtime. En dan vraag je je af, hoe lang willen we hiermee doorgaan? En ik hoop en bid dat Realtime zal bestaan tot aan de wederkomst van Christus. We zullen door blijven gaan met zaaien, met het opwekken tot geloof en bekering. Opdat zijn huis vol zal zijn. Ja, tot de nok toe.